ballerina schoentjes gevonden. Touwtje trekken. Zo, lieve vrienden, een hele, hele goede middag. Ik zie een haar aan mijn gezicht hangen. En... nou ja, dat is even niet overal heen kunnen kijken wat er gebeurt. Behalve achter me. Ja, dat moet ik via de camera doen. Maar dat maakt niet uit. Maar welkom bij een goed nieuw vlog van Corina en de Wezenboel. Ja, Kandalf die zit naast me te likkenbekken. Nou, dat moet hij helemaal voor zichzelf weten. Elwin die ligt daar, Rijker zit op de bank. Dus ja, de boel is weer compleet, mijn rollator staat klaar. En ja, ik doe er een lange jas weer overheen, want het is hier grijs, grauw en triest. En af en toe regent het ook nog eens een keer. Dus ja, dan moet je er toch wel even wat langs eroverheen. Ik heb wel mijn ballerina's aan, maar dat maakt niet uit. Natte voeten vind ik niet erg, kun je afdrogen. Ja toch? Ja, ook al heet er een panty over, zoals nu, want het is weer een aantal x graden kouder buiten. Dus ja, daar moet ik wel weer wat aan. Ja. Het is weliswaar bij de poort 24 graden. Maar dat is bij de poort en in de luwte. Op mijn telefoon heb ik daarnet gezien was het 18 graden, met een gevoelstemperatuur 17. Dus ja, dan moet ik sowieso weer een panty aan. Dat is mij niet warm genoeg. Daarom kan ik het wel hebben allemaal. Maar nee, ik moet wel aan mijn benen wat warms hebben dan. En dan is het maar een panty. Het voelt toch wel weer iets behagelijker aan. Maar oké, wat ik vandaag ga doen, dat is... althans vanmiddag, dat is boodschappen doen. Maar eerst even naar een schoenenwinkel, want ik heb... ballerina's aan, die ik ook als pantoffeltjes gebruik. Ja, maar dan wordt het op de punten kaal, etc. Dus ik wil voor buiten ballerina's, als ik weer naar buiten ga. Maar ja, nou loop ik hier nog wel op. En het zijn ook makkelijker uit te trekken dan laarzen of wat dan ook, weet je. En ik draag normaal anders altijd laarsjes, die enkel laarsjes. Want ik heb nog een paar ballerina's, maar die moet ik eigenlijk weggooien, dat is niks meer. En ik heb mijn ballerina's nog van mijn trouwen, nou die doe ik niet aan, die gooi ik niet weg. Nee, dat is, die heb ik nog gekregen van mijn mannetje. Dat was het enige wat ik kreeg voor bij mijn trouwjurk, want dan wist hij niet wat voor trouwjurk had. Maar hij zegt, pas je deze erbij. Ja, die passen erbij. Ik zeg, die passen bij alles, zeg ik zo. Het is wit. Wit en zwart past bij alles, ja. Dus ja, ik zeg, ja, die past bij alles. Ik zeg, die vind ik heel erg mooi. Ik zeg, en ze passen overal wel bij. Wat ik ook draag, zal ik zich als ook een jutezak dragen. Maar ja, die had ik dus niet aan. Dat is voor hem ook een verrassing. En voor mij een verrassing wat hij aan zou hebben. Ja, en toen kwamen we allebei in het wit. Ja, dat valt terug te zien als je helemaal naar beneden gaat. Dus zie je ook een video die ik in elkaar heb gezet van foto's ter ere van mijn mannetje. Dus ja, kun je altijd even terugkijken wat we aan hadden. Ja toch? Ik moet ook nog ergens een dvd hebben, maar ja, dat moet allemaal in het kastje zitten waar de televisie op staat. En ik zie mezelf niet op mijn kont op de grond gaan zitten om het uit te gaan zoeken. Nee. Dus ja, dat moet eventjes Karin voor mij doen, als die weer gezond, helemaal gezond en beter en weer fut heb en alles. Dat komt allemaal wel tegelijkertijd goed. En anders, ja, dan moet ik een goede dag hebben en eraan denken. En dat ik dat weer uit ga zoeken allemaal, ja, en opnieuw ga inrichten. Dus, maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Voor nu zou ik zeggen, geniet van je dag. Doe het met een lach. Ik probeer nieuwe ballerina's te scoren en jullie nemen het daar mee en dan moet ik boodschappen doen. Ja, dus we gaan het zien en beleven
Ik hoop dat ik ook volgende nog iets, want die heb van de week, ik weet niet, zo lang aan de lader gestaan. Want ik zou die eigenlijk meenemen de stad in toen met de erehaag van de kapper. Maar dat ben ik toen vergeten. En dat was ook niet nodig. Ik heb deze continu gebruikt. Dus ja, nou, de heenweg naar de stad, dat is nou ook weer niet echt nodig, weet je. Maar oké, morgen begint de Juttersmarkt weer, dus heb ik hem ook weer nodig. Hopelijk, denk ik. Ik moet mijn camera nu nog leegmaken, dat doe ik altijd met het weekend. Maar ik had gisteren andere prioriteiten, zoals stampen en stofzuigen. Want de haren die vlogen om me heen van de hondjes. Dat kan ik ook niet tegen, want het is stof. Stof mij, kan ik niet tegen, ben ik allergisch van. Nou, dat ruim je dan op. Vanochtend had ik weer zo giga hoofdpijn en misselijk en beroerd. En ik heb vannacht ook amper een oog dicht gedaan, dat moet ik erbij zeggen, want ik lag te piekeren. De doodeenvoudige reden. Ik moest die vlog van die uitvaart met die eraar, moest ik weer bewerken van een aantal die erop stonden. Die hadden contact met mij opgenomen. Dat vonden ze niet leuk dat ze erop stonden. Ja, en? Je staat buiten, weet je? Het mag. Dat ze verdriet hadden, dat mocht niet. Hallo, dat is het leven. Nou ja, ik heb dat moeten blurren. Nou, leuk is dat niet geworden, nee. En ik vind dat respectloos naar de familie toe, want de familie was er heel erg blij en dankbaar voor dat ik het gedaan had. En dan krijg je zo'n stelletje zeurpieten, want ik noem dat zeurpieten, die er over gaan zitten te zeuren. Kom op zeg. Je bent volwassen en geen klein kind. Zo, ik heb gezegd. En je krijgt dat morgen ook van me te horen. Face to face. Zo, echt. Maar niet met brood van elkaar. Met elkaar van mijn brood eten. Nee, ik mijn brood van elkaar. Ja hoor. Maar oké, lieve vrienden, genoeg daarover. Ik ga weer door met mijn leven, want zo is het leven nou eenmaal. Als iedereen dat nou eens zou doen, hè? Met zijn eigen bemoeien. Net zoals die mevrouw die naar mij toe kwam, dat die tegen mij zei dat ik respectloos bezig was. Nou, u bent zelf respectloos naar de familie toe. Want de familie is mij dankbaar dat ik het gedaan heb. Ja, ga maar naar Sjoerd toe. Vraag het aan hem. Ja, ik heb contact met Sjoerd. En ook met die andere man. Kijk maar op mijn YouTube-kanaal. Lees die reacties eens even. Dan kom je nog twee familieleden tegen. Ja. Ga maar kijken. Ik nodig je uit. Corina en de Beestenboel. Ga kijken. Corina schrijf je trouwens, zoals je niet weet hem, de C, de letter C. De O, de R, de I, de E, de N en de A. Corina, met IE dus. En de Beestenboel. Het woordje de schrijf je met een hoofdletter D. En Beestenboel schrijf je met de hoofdletter B. Spaties er natuurlijk wel tussen. Ik dank je vriendelijk, beste mevrouw. Ja. Ik ben er niet boos om, maar ik ben er teleurgesteld om. Met wat u gedaan hebt. Maar ook wat de anderen gedaan hebben dat ik moest gaan bleuren. Diep teleurgesteld in u en die andere dames. Ja. En dat wil ik gewoon even gezegd hebben. En of je het mee eens bent of niet. Ik vind dit niet kunnen naar de familie toe. Nee. .nl. Maar oké, ik ga nou afsluiten. Want er zijn er hier twee die willen eruit. En er is er één die wil eten hebben in de hal. Nou, staat allemaal al klaar, dus komt eraan. Ik zou zeggen voor nu een hele fijne middag en ik neem jullie gezellig met me mee. Ja, kijken of we nieuwe ballerinas kunnen scoren. Ja toch? Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik heb een paar ballerina schoentjes gevonden. En ze zijn niet duur, ze zijn afgeprijsd. Ze moeten wel even blijven staan. Voor 19 euro. Dus ja, neem ik gewoon de zwarte mee. Want ik wil zwart, dat staat overal bij. Ja, 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 ja.
Dus ja, die gaan op mijn vloertje staan. En dan gaan we weer verder. Die kan, nee, achteruit moeten we. Dus ja, ik doe jullie gewoon weer uit. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Ik heb wel beide handen nodig. Dus ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden. We gaan eventjes op de kermis kijken wat daar te beleven valt. En ik weet het allemaal niet. Maar ja. Toch eens even kijken wat er allemaal zo staat. Dus toch weer eventjes op een ander plekje, want het is verhuisd. Het staat ruimer opgesteld vanwege de regels van Den Haag. Laat ik het zo maar aan benoemen. En anders, ja. Het heeft dezelfde naam dan het biertje, wat ik ook graag mag drinken. En het heeft dezelfde naam dan een dorpje ergens in Amerika. Of Canada, ik weet niet exact waar, maar ik meende Amerika. Dus ja, met die regeltjes. Spaanse churros. Ja, de zuurstokkentent. Nou, en als mijn moedertje nog had geleefd, had ik hier even een kaneelstok gekocht. Die was gek op kaneelstokken. Nou ja, dat moet kunnen. Ja, en alles staat ook zo veilig. Allemaal gewoon. Oei jee, daar krijg je toch de rambam van met al die hekken. Hoop dat ze met ons soort mensen rekening hebben gehouden. Hij wordt wazig iedere keer. Nou, toch een dom gedoe. Toch een dom gedoe. Ja, weet ik. Het spookhuis, geloof ik. Oh nee, dat is met die bewegende vloer. Daar is het spookhuis.
Touwtje trekken. Nou, dat was dan het rondje kermis. En zus, ja. Hoofd, daar krijg je nog meer hoofdpijn van, zeg ik dan maar weer. Ja. Het rondje kermis, lieve vrienden. Waarom die hekken er vol omheen staan, ik weet niet. Heeft helemaal geen nut. Heeft helemaal geen nut. Mag ik jullie filmen? Mag ik jullie filmen? Komt wel op YouTube, hè? Maakt niet uit, zeggen de dames. Ik vind dat zo gaaf hoe jullie durven te lopen, want ik ben net zo. Ik mag dat ook, ja, uit de ban. Ik vind dat u ook heel prachtig uitziet. Hè? Dat u er heel mooi uitziet. Dankjewel. Je kan me volgen als je wilt. Corina met IE en de beestenboel, want ik heb twee hondjes en een kat. Ah, en ik volg gewoon mijn dagelijkse dingen. Ik ben nou even rond de kermis gegaan. Ik ben geen kermismens, want daar krijg je nog meer hoofdpijn van. Hoeft voor mij niet. Maar ik vind jullie, ja, ik vind jullie echt heel gaaf dat jullie dit durven. En mag het van je ouders? Ja. Ja, hoe oud ben jij als ik vragen mag? 14 en jij? 17. Ja, jij bent sowieso ouder, maar ik vind het echt gaaf. Echt. Het les ook hebben. Ga je ook zo naar school? Soms. Soms. En wat zeggen ze dan? Nou ja, niet iedereen vindt het heel leuk en kan het respecteren. Alleen het andere deel vindt het gewoon oké. Ja, logisch. Logisch. Maar zoek het maar op. Het is Corina, C-O-R-I-E-N-A. En de beestenbol. Dan zie je een oude foto van mij. Met blond haar. En een oude bril op. Die foto haal ik ook absoluut niet weg. Want die heeft mijn man er nog in gezet. Maar die is nou daar. Dus ja. Heb ik ook met me wat te zetten. Er staat een oude foto in. Hoe ik er vroeger uitzag. Ja, heeft hij gedaan. Dan laat ik ze staan. Ter herinnering aan mijn man. Ik kan niet zo goed typen. Ik zal eerst even afsluiten, lieve vriend. Ik moet even helpen. Zo, lieve vrienden, we zijn eindelijk weer thuis. Ik ga een lekker bakje koffie maken. Ik heb de tas met boodschappen hier staan. Even aantrekken zo. Nou, daar zitten mijn oude schoenen in, want ik heb nou mijn nieuwe aan. Ja. Deze is boven voor patoffeltjes. Als ik in mijn pyjama rond jou, weet je wel, dan heb ik die aan. Die zullen we er gelijk maar uithalen, want dat is patat. Dat moet gelijk zometeen in de vriezer. Ik ben nog eens bij Zeeman geweest. Hele leuke leggings gehaald. Ja, leggings. En dan heb ik het over korte leggings. Voor onder een jurk, zoals nu ook. Ik heb een panty aan, maar geen legging. Normaal heb ik er ook een lange legging erbij aan, maar nu niet. Ik heb nou een korte legging aan en dat is wel fijn dat die er ook nou zijn. Net een korte broek, enkel, dus er zit geen versiering natuurlijk op. Ja, ho. Ho, ho, ho. Met kantjes. Met kantjes, yeah. Ja, nou, dat vind ik gewoon, ja, dat als je dan eens een keer je jurk omhoog haalt, is het niet erg. Want dan kijk je ze niet ergens tegenaan waar ze niks mee nodig hebben. Dan heb je tenminste nog wel lekker aan. Ja, toch? Ja.
Ik ben er helemaal blij mee. Echt waar. Anders koop ik ze niet. Dus, maar dan moet ik nog even, eigenlijk nog voor één zwarte gaan. Ik heb nou een zwarte aan. Maar die zijn voor onder de lichte jurkjes. Zoals mijn nieuwe, die bij die bloemetjes broek hoort. Nou, als ik die broek er niet onderaan wil hebben, maar omdat het warm is. Nou, huppeta, eventjes dat erin. Nou ja, en dan heb ik hier nog een lekkere pizza. Die eet ik vanavond op. Gaat dus niet in de vriezer. Ik heb nog wat lekkers gehaald. Veel pek. Nou, dat is lekker. Om zo lekker even op te rollen bij de buis of wat dan ook. Heerlijk. Nou ja, en brood en potjes met groenten. Want ik was door mijn groenten heen. En ja, wat denk je wat? Een Bounty. Die gaan we straks lekker met een bak koffie opeten. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. En ga je eten. Nou, smakelijk eten. En tot straks maar weer. Ik zou zeggen, tot dan.